Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ben hier thuis bij Josephine in Gent, want Josephine is theesommelier. Josephine, ik zie hier 5 van die pottekes. Ja. Betekent dat we 5 verschillende thees gaan proeven? Ja, we gaan eigenlijk met de teacupping spoons de thee gaan proeven. Ja. Dat doen we door te slurpen. Heel belangrijk om voldoende zuurstof naar binnen te krijgen om toch de smaken in je hele mond te laten rondzwemmen eigenlijk. Oké, ik ben benieuwd. Tijd om te gaan proeven. Ja? Benieuwd. Ik heb nog nooit zo thee gedronken, hè? Op deze manier. Dit is echt om smaken met elkaar te kunnen vergelijken. Maar het is al een gigantisch kleurverschil allemaal, hè? Ja, ja, ja. Het beste wat je kan doen, is eerst met je neus werken. Want nu, de neus is nog altijd in staat om het meest aroma's op te nemen. Er gebeurt veel in mijn hoofd nu. Dat is echt totaal anders. Dat moet zo. Dat is kei cool. Mag ik ook eens? Doe maar. Voordat je iets vertelt, hè, want ik probeer dezelfde ervaring te hebben. Oef, amai, dat is straf. Dat is sterk, hè? Amai, ja. Ja. Oehoe. Dit is de Earl Grey. Earl dat is eigenlijk Grey. Een blend van verschillende zwarte theeën. De volgende, Josephine. Wat voor een is dat? Dat is een zwarte thee uit Sikkim. Dat is eigenlijk ook het noorden van Indië. Amai. Alle twee zwarte thees ja. En smaken heel... totaal anders. Ja. En de volgende? De volgende is een Darjeeling, een herfstpluk. En ook zwarte thee? Ook een zwarte thee. Dus eigenlijk zijn ze vrij gelijkaardig, alleen het seizoen is een beetje verschillend. En de streek. En de streek, oké. Okay. Maar joh, allee, joh. Hoe komt dat dat zo anders proeft? Om te beginnen heb je een ander terroir, hè? Ja. Waar de thee vandaan komt, de samenstelling van de grond, het moment van de pluk, de smaak die de theeboer wil beogen met zijn product. Dus je hebt al een gans gamma aan variabelen eigenlijk. Ja, ja, ja. En nu de lichtste thee, van kleur alleszins. Ja. Precies toegankelijker. Zo. Al de rest is heel expressief. Klopt. Dit is zo een chillen thee. Zo. Oh, die is op zijn gemakje. Welke zou jij nu... kiezen voor bij de citrustaartjes, echt om mee te koken. Als echte tea pairing, vanuit de thee bekeken, mm-hmm. zou ik gaan voor die Sikkim. Dat is een Indische zwarte thee. En waarom? Omdat die van zichzelf door het terroir zo die lichte citrustoetsen heeft, mm-hmm. die ook in uw gerecht terugkomen. Ja. En daarom vind ik hem wel tof om eigenlijk samen te brengen. Een mooie match. Okay. Aan de andere kant is deze oolong ook wel heel tof. Want hij is mooi boterig. Hij is bloemig, hij heeft wat grassige tinten. En het zou ook wel eens een hele verrassende, spannende, leuke combinatie kunnen zijn met jouw gebakje. Oh. Ik vond die het lekkerste. Ah ja, oké. Dus zullen we voor de groene oolong gaan? Wat denk je? Prima. Groene oolong?